Erg vermoeid komen de kinderen in Utrecht aan. Het was een lange en spannende reis. Vluchten voor de oorlog en dat terwijl je kanker hebt. Via Polen zijn ze gevlogen naar Nederland. De vlucht was voor Jaroslav een droom die uitkwam. Hij werd tijdens de reis 12 en had voor zijn verjaardag maar één wens. Vliegen. Hij maakte dit filmpje. Jaroslav mist de dokters in Oekraïne die hem al die tijd hebben geholpen. Toch is hij nu vooral opgelucht. Ook Lilia is zojuist aangekomen. Ze mist haar familie in Oekraïne. Tata, brat starší лишився і бабуся. У них там недавно стріляли. Het gemis is dus groot. De Nederlandse artsen doen er alles aan om de kinderen te helpen. Het is natuurlijk afschuwelijk dat je als kind kanker krijgt en dat je een gezin hebt waar een kind met kanker in zit, maar om dan ook nog in een oorlogssituatie zitten, ja, hoe erg kun je het bedenken, ja. En het zorgelijke is ook, deze kinderen zijn op tijd, maar het zorgelijke is natuurlijk ook, ja, dat er nog wel meer kinderen zullen komen, want dit stopt natuurlijk niet bij de kinderen die er nu overgekomen zijn. Voor de kinderen die nu zijn gekomen, wordt zo snel mogelijk gestart met het behandelen van hun kanker.